Rijkbank. Dag 1 van het proces. Best was in shock na de dubbele moord vorig jaar september in de JJ de Vlamstraat. Wat is er nu eigenlijk op 23 september 2012 gebeurd? Vandaag horen we voor het eerst het verhaal van de verdachte Frank de L. De verdachte schetst een beeld van zijn scheiding. Die zit hem niet lekker en vooral de Facebookberichtjes van zijn vrouw zitten dwars. Die bewuste avond besluit hij verhaal te gaan halen thuis. En als hij daar aankomt, treft hij in de keuken zijn vrouw Half naakt aan met de buurman. Alle stoppen slaan door en er ontstaat een vechtpartij waarbij een messenblok omvalt. Frank de El krijgt een mes in handen. De worsteling daarna overleven zijn vrouw en de buurman niet. Ze overlijden na meerdere messteken. Deze eerste dag was een dag vol emoties. Bij de bomvolle zaal, bij de verdachte, maar ook bij de nabestaanden. De weduwe van het mannelijke slachtoffer deed woedend, gillend, huilend haar verhaal over hoe deze daad haar leven en dat van haar tweejarig zoontje. Heeft verpest. De verdachte ontkent zijn daad niet. De grote vraag in deze rechtszaak is of het hier gaat over moord of doodslag. De volgende zitting is gepland in oktober. Dan komen het Openbaar Ministerie en de advocaat aan het woord.